vleermuizenfontein in Balzert spuit weer wetter. Ook de Liepenfontein in Sleert stiet weer aan. De Friese Alvesteden hoop je ik dit hier weer fonteintoeristen te loeken. In Sleert vernamen ze dat er verliene hier, naast de vertrouwde wettersporttoerist, het drok wie maar een heel nieuw soorten van toerist. Volle meer museumbezoekers en dat het te krijgen dat dat publiek dat voor de fontein komt, dat is ik het publiek dat naar musea geert. Dus dat sluit voor u heel mooi aan. Het museum zegt het bezoekersaantal verdubbelen. Daarnaast hebben wij in de Lonely Planet staan, net Sleert, maar Friesland als geheel, als een onterecht onbekende bestemming. En dat zien wij verliezen hier ik al. Wij zien rugzaktoeristen uit Peru. Die zien wij daarvoor natuurlijk nooit. En daar wie ik een groep uit Honduras, met 30 en die hebben op het eind van de dag nog eens de hele winkel een keer leegkocht. Dus dat soort dingen, dat verwacht ik nog wel de komende jaren. Het hele fonteinenproject is financieel nog net afwikkelen. De kosten voelen een heel miljoen euro heger uit. Ik al kregen de gemeentes de fonteinen cadeau, ze moeten wel voor de extra kosten opdraaien. Ze binnen er nog net hoe ze dit verdelen zullen. Wordt het een gelijk bedrag per fontein? Ja, dan betelt de gemeente Zuidwest-Friesland de haardprijs met haar 6 fonteinen. Of draait elke gemeente op voor het tekort in eigen gemeente? Ja, dan moet de gemeente Noord-Is-Friesland flink de beurs loeken, want de IJsfontein in Dokkum is heel wat duurder uit van. Het wordt nog een hele toer om daar een zo eerlijk mogelijke verdeling te komen. In Kwatten zullen de gemeenten en de provincie op een ei om de tafel, op zoek naar een oplossing. Wat er gebeurt, het bloot gewoon kletteren in de Friese Alvesteden. De toeristen kunnen maar komen.